Deze armband heet de Honolulu Bracelet en deze armband is ontworpen door Nina Houston. Het is een hele grappige armband en heel gemakkelijk te maken. Je maakt hem op je haaknaald, maar hij is echt niet moeilijk, want je maakt eigenlijk alleen knoopjes en je zet er weer elastiekjes op en je maakt de knoopjes en zo ga je verder. Deze heb ik gemaakt met wit, metallic rood en metallic blauw. Deze geel, roze en paars van de Tina Dag. Deze met wit, donkerblauw en turquoise. En deze met wit, roze en cherrypaars. Hij is heel makkelijk en laten we maar snel verder gaan. Om deze armband te kunnen maken, gebruik je een haaknaald, want daar gaan we de armband op maken. Elastiekjes. Vandaag gebruik ik voor de basis van het tussen die dingen in, zeg maar, die, gewoon ertussenin gebruik ik wit. En dat heb je hiervoor gezien, maar ik kan nu dit even niet zo goed uitleggen. Ja, ik gebruik daar dus wit voor. En voor die, ik noem het even balletjes. Voor die balletjes gebruik ik metallic rood en metallic blauw. En je gebruikt ook een sluitertje. En vandaag gebruik ik een C-clipje. Om te beginnen pak je je basiskleurtje. En daarvoor gebruik ik dus wit. Dat elastiekje, die zet je op je haak. En dan draai je hem er één keertje omheen, zodat je dit hebt. Twee ringetjes. En dit is de capband. Dan pak je je eerste kleurtje. En daarvan pak je er 5. Dus 5 elastiekjes en die doe je in je haak. Dus 5 elastiekjes doe je in je haak. Zo. En dan doe je dat witte elastiekje, die doe je op die, die metallic blauwe elastiekjes. Zodat je dit hebt. Deze doe je dan naar achteren en de andere kant zet je er ook op. En dan trek je aan de capband. Zo. Nu pak je weer een witte. Je basiskleurtje. Die doe je in je haak. En dan doe je al die lusjes die hierop zitten. Daarop. Zo. Deze weer naar achteren en de andere kant zet je er ook op, zodat je dit hebt. En nu gaan we een knoopje maken. En om dat te doen, haal je het achterste elastiekje over de haaknaald heen. Maar je kan het ook zo zien. En dat doe je als volgt. Deze doe je, dit eerste lusje doe je zeg maar in het haakje, zeg maar. Dan draai je hem. Dan haal je hem zeg maar doorheen. Dan draai je hem weer goed. En dan trek je en dan heb je een knoopje. Zoals je ziet. Deze doe je zo naar achteren. Dan pak je je volgende kleurtje. Weer 5 elastiekjes. 1, 2, 3, 4. Wacht even hoor. Zo heb ik er 5 denk ik. Ja, 5 elastiekjes. Doe je in je haak. En dan doe je dit lusje er weer op. Deze doe je naar achteren. En de andere kant zet je er ook op. En dan trek je een beetje hier aan. Nu pak je weer een wit elastiekje. Die doe je in je haak. En dan doe je al die lusjes die hier zitten op dat ene witte elastiekje. Zo. Deze doe je zo naar achteren en de andere kant zet je er ook op. Trek je weer een beetje zo. En dan gaan we weer een knoopje maken. Deze eerste doe je in je haak. Dan draai je hem. Dan haal je hem doorheen. Dan draai je hem weer goed. En dan trek je. Dan
trek je hem goed aan. En het kan zijn dat hij een beetje zo gaat zitten. Alleen als je hem dadelijk aandoet, dan, ja, dan blijft hij goed zitten. Nu pakken we weer 5 metallic blauwe elastiekjes. Doe je in je haak. Zo. En dan doe je die witte, doe je daarop. Deze doe je naar achteren. De andere kant zet je er ook op. En dan trek je weer. Dan pak je weer een wit elastiekje. Die doe je in je haak. Doe je al die lusjes daarop. Zo. Deze doe je dan terug. En de andere kant zet je er ook op. En dan trek je weer een beetje aan. Nu gaan we weer een knoopje maken. En dan trek je weer. Zodat je dit hebt. Hij begint al langer te worden. Je pakt weer 5 metallic rode elastiekjes. 1, 2, 3, 4, 5. Die doe je in je haak. En dan doe je dat witte elastiekje er weer op. Deze doe je naar achteren. En die andere kant zet je er ook op. Dan trek je weer een beetje. Dan pak je weer een wit elastiekje. Doe je in je haak. En dan haal je, ja, die lusjes, die doe je daarop. Zo. Deze doe je naar achteren. En de andere kant zet je er ook op. Zo. Dan gaan we weer een knoopje maken. En dan trek je weer. Zodat je dit hebt. Weer 5 metallic blauwe. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Doe je in je haak. En dan doe je die lusjes er weer op. Of dat witte lusje. Doe je naar achteren. De andere kant zet je er ook op. Zodat je dit hebt. Dan pak je 1 wit elastiekje. Die doe je in je haak. En dan haal je al die lusjes daarop. Op dat ene wit elastiekje. Deze doe je naar achteren. De andere kant zet je er ook op. En dan gaan we weer een knoopje maken. Dan trekken we die weer goed aan. Ik denk dat ik er nog eentje moet. Zo, deze hou je nog gewoon even op je haak. Dan pak je 5 metallic rode elastiekjes. Zo, die doe je in je haak. En dan haal je dat witte elastiekje daarop. Doe je naar achteren. Andere kant zet je er ook op. Pak je weer een wit elastiekje. Die doe je in je haak. En dan doe je al die lusjes die hier zitten op dat ene witte elastiekje. Doe je naar achteren. Andere kant zet je er ook op. En dan gaan we weer een knoopje maken. En dan trekken we die aan. Zo is die denk ik bij mij goed. En ik ga je nu laten zien hoe je hem op een sluitingje kunt zetten. En hiervoor pak je weer je sluitingje. Je gebruikt een C-clipje. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Deze doe je op het laatste lusje. Dit lusje. Zo. En hier pak je de capband. Die doe je op 2 vingers. En dan doe je die op je sluitingje. En nu is je armbandje klaar.